De arbeidsmarkt van Suriname moet productiever worden. Minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken vindt de arbeidsmarkt van Suriname vreemd. Zo zijn er mensen die werk zoeken, maar er is ook een grotere groep die vanwege hun leeftijd productief zou moeten zijn, maar niet naar werk zoekt, meent McAndrew. En dat is toch wel een vreemd fenomeen voor een ontwikkelingsland. En we moeten toch wel goed nagaan wat de redenen zijn. Zijn ze ontmoedigd of hebben ze andere inkomsten die niet zichtbaar zijn voor de overheid? Dus dat soort zaken moeten bekeken worden. Want als je om 12 uur rondrijdt, dan zie je ook veel personen hangen bij bepaalde outlets. En het zijn juist mensen die in hun meest productieve leeftijd zijn, die bezig zouden moeten zijn met arbeid. Die je ziet hangen bij winkels enzovoort. En je vraagt je af, maar waarom werken ze niet? Dus er is een issue met de arbeidsmarkt in Suriname die we toch beter in kaart moeten brengen. Maar nogmaals, je hebt werkzoekenden die we moeten faciliteren. Ik zeg, het is een vreemde arbeidsmarkt, omdat je ook soms de dienstarbeidsbemiddeling van het ministerie wil soms mensen plaatsen in het bedrijfsleven. Maar dan zie je dat ze toch niet gebruik maken van de dienst of van de geboden arbeidsplaatsen. De bewindsman begrijpt wel dat mensen zekerheid willen hebben door een baan te zoeken bij de overheid. Maar het apparaat kan voorlopig geen mensen meer accommoderen. De afdeling arbeidsbemiddeling is nog steeds bezig om zoveel als mogelijk mensen te helpen die naar een baan zoeken. We zijn nog steeds bezig met dat project. We kregen ook ondersteuning uit het buitenland daarvoor. Dus dat gaat wel, dat loopt wel. En mensen melden zich ook wel aan. We zijn nu bezig met een onderzoek om na te gaan waarom bepaalde vacatures niet ingevuld kunnen worden. Ja. Want als er zoveel mensen zijn die zeggen dat ze naar werkgelegenheid zoeken, maar we merken toch dat vacatures niet ingevuld kunnen worden, dan geeft het al aan dat er iets gaande is op onze arbeidsmarkt. En dat zullen we toch wel nader moeten onderzoeken om met gerichte beleidsbeslissingen te komen. Je hebt mensen met technische achtergrond die werk zoeken, anderen met administratieve. Maar nogmaals, wat we zo vreemd vinden is soms dat je de mensen kan plaatsen, maar dat ze niet gebruik maken van de gelegenheid dat ze eindelijk een job kunnen vinden. Dus we moeten nagaan wat er gebeurt op de Surinaamse arbeidsmarkt. En zeker met mensen die werk zoeken, maar toch geen gebruik maken van bepaalde mogelijkheden die ze geboden worden. De dienstarbeidsmarkt is bezig met het voorbereiden van een duurzame dienstverlening.